Behoud van de Afro-Surinaamse cultuurdansstijlen die vergeten en dreigen te gaan, zijn belangrijk voor het voortbestaan van het cultureel danserfgoed. De boodschap waarmee Daryl Geldorp, artistieke leider van NACS Warutu, het 20-jarig bestaan van Warutu onderstreept. NACS Warutu is een afdeling van de organisatie NACS en opgericht in 2003. De bedoeling van deze afdeling is om door middel van het vastleggen en presenteren van muziek en dans de Afro-Surinaamse cultuur levend te houden. Geldorp markeert deze mijlpaal als een die een waardige bijdrage levert aan de samenleving van Suriname. 20 jaar NACS Warutu is dan 20 jaar dat de groep timmert aan de weg om de met Afro-Surinaamse cultuur, cultureel erfgoed op het gebied van dans te onderzoeken, vast te leggen en te presenteren. De presentaties door middel van dansworkshops, dansworkout, dansshows, dansevenementen. Dus 20 jaar lang zijn ze al bezig met de Afro-Surinaamse dansstijlen, maar van de stadskriolen. Voortbordurend op de doelstelling van de organisatie blijft het doel om cultuuroverdracht voor te zetten. De volgende generaties zullen er baat bij hebben, omdat voor cultuurbehoud is gezorgd, meent Geldorp. Dus het is onze taak om dat te behouden, dat de generaties die komen ook niet alleen lezen en boeken over Kanga en Susa, maar dat ze het ook kunnen meemaken, kunnen zien, kunnen ervaren. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst meer bekendheid te geven aan de organisatie in het Caribisch gebied vanwege de maatschappelijke geschiedenis en verspreiding van de Surinaamse cultuur en geschiedenis.